was heel moeilijk om renners te passeren op die klim. En bovenop zat ik net achter het breukje. En op de klim naar de finish, de laatste kilometer, toen sprong ik nog weg. Naar die groep toe waar Tim en Twan in zaten. Zeg maar het groepje wat reed voor plek 8, 7, ik weet niet precies. Maar daar zat nog gewoon wat op. Daar sprong ik naartoe en ik baal er gewoon heel erg van dat ik dat niet vanuit die groep kon doen. Dat ik niet voor de breuk zat en die punch aan het einde nog kon doen om een mooie top 10 plek. Misschien wel iets meer of zo eruit te slepen. Ja, want toen we jouw krachtsexplosie zagen, toen dachten we, nou, Samome ziet er nog goed uit. Ja, ze voelde het op zich ook wel. Het deed heel veel zeer, want daarna was het ook wel klaar. Het kostte wel wat. Maar ik baalde gewoon heel erg van dat ik dat niet van voren heb kunnen doen. En het is wel een beetje zuur dat ik daar dus voet aan grond moet zetten in de laatste ronde. Dus een beetje teleurgesteld ben ik wel, ja.